Hey, 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 rustig jij, hè? Oh, daar zie ik wat erin staat. Dat was toch geen water dat erin zat. Mij, een motto. Kijk hier naar boven. En hè? Hoe moet ik nu gaan? Met een over. Nee, dat gaat niet. Hier gaan. Nee, ja. Terug naar dat water. Hey, welkom bij Belegen Gamer. Ik ben Joris en vandaag spelen we weer een heel leuk schietspel. Laten we maar eens beginnen. Eerst doen. Dat zo dadelijk als het geladen is. We zijn vorige keer hier beland. We zijn vorige keer uit deze raam gesprongen. Dus laten we maar eens verder gaan. Met dat mes. Ja, ik heb dat hier. Oké, draai terug. Draai weg. Oké, dan draai. Het is weg, hè. Zo gaan. Zo, we moeten eerst naar Ginder, hè. Dus eerst... Kan ik eerst papa pakken? Dat ik hier af kan. Zien dat ze me niet zien. En dan heb ik al één signalisatie afgedaan. En dan geen andere nog. Voilà. Dat is al één munder. Haha. Met die ramen er nog. Zien dat die grote mannen maar niet zien? Ze zijn hier precies wel meer veel vallen. Die grote charles. Vast, hè?
Shit. Juist, hè? Eerst die eerste en dan die tweede, maar waar is die tweede? Kunnen ze weg? Nee. Zie dat je dan niet van los staan. Daar komt hem, denk ik. Voilà. Dus zijn we al. Wat dan? Ik wil die andere kunnen vinden. Zie dat die man ook zoals niet zien, want dat was mijn probleem, dus juist. Moet ik eerst een mes zijn. Staat er nog één? Die is weg. Is die weg? Zijn die nog niet terugkomt? Nu. Blijf hier staan. Ik ga naar boven. Die weg. Zien dat hij hier op weg is. Ga weg, alsjeblieft. Ik smeek u, ga weg. Please. Nee, niet terugkomen. Ah, fuck. Ik ben eruit, juist. Ah, maar goed. Ah, fuck. Yes. Yes. Oh, yes. We hebben het zo gelukt. Het was gelukt. Zalig. We moesten gewoon daar naar beneden en daar stond hij boven. Oh, man. Shit, man. Dan naar ginder. Hey, 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 rustig jij, hè? Oh, merci. Ik ben in de zaad. Ik ga geen water dat erin zat. Nee, een motto. En hier naar boven. Hoe moet ik nu gaan? Ik heb een oog, nee, dat kan al niet. Hier dan. Nee, ja. Dus terug naar dat water. En daar wil ik niet terug zijn, want dat zijn veel te gevaarlijke mannen. Meneer Schmitz, de bakershop. Kessler, I found Agent 2's house. Die Narcissen singing in moonshine. Open the gate to the side of the building. There's a key underneath a large rock. Use the basement window. Hoe moet de slot? En daar? Hoe moeten we nu gaan? Een map. Hoe moest ik nou weer een map? Map moest ik hebben. Nee, dat was zo. Shit. We gaan terug naar beneden. Niet meer. Ah, misschien weer die poort. Oh. Nee, die poort is vast. Deur, gas. Dan staat de aarde. En
naar boven terug. Zie dat hij die poort open is, ook niet. Zo dan. We zitten bij de shop. Hoe moeten we daar gaan? Oh, hier. Een steen. De sleutel gevonden. De poort. Wie stopt daar nu onder een steen? Ook al is het wel moeilijk te zoeken, want anders heb ik dat lang gevonden. Kom aan. Open dat luikje. Wat laat zij? Ik heb een Laviel, where's your shirt, your handsome son? Pippa, your agent too. It's Nurse Inga now. Yeah. And you? Full like enough, huh? Rest your feet for a moment. Have some tea and biscuits. Okay. So this is where they transferred you? Yeah, 6 months now. Haven't seen you since the London HQ party. Oh, that was a riot. Wesley spilled beer all over my Bristols. Clumsy twit. I tried to save him, Pippa. I know you did, love. I'm sorry. This is not the time for maudlin stories. Listen, I know what you're after, Blasco. The man in my bed over there is one of Helga's Nazi flunkies. Before he took a little nap, I loosened his tongue. The folder you're searching for is located in Helga's room at the Wolfberg Tavern. Now, apparently, she's quite the wine connoisseur. Pose as a waiter, and maybe you can get close to her. But for God's sake, put some bloody clothes on first. There's a shirt in the chest over there. Okay. Yes, sir. David, that's it. Excuseer. Was raad voor dat ik het wist. Anna, do leave your guns. Tavern staff don't carry firearms. I'll keep them safe for you. Fucking Nazis. And people just follow these Bergs like brainless ghouls. Maybe they deserve nothing better. Kan mijn wapens dan liggen? Ik heb je wapens nog eens gebied. Doe maar, ja. These hinges are rusted. Come help me with this, Blasco. The tunnel is a 9.4 meters long to the well in the tavern's backyard. Return to me once you've obtained Helga's folder. Google, that can get all of us. Don't you fucking drown on me now, you adorable tosspot. Oh, what am I doing? Oh, them hinges don't rust till I get back. I don't know, well, thank you that I must get make on. Follow, sir. Wapens dus, denk ik. Nee, we hebben geen wapens. Tjoe. Ja, we hebben het allemaal in die klas gelegd, hè, dus. Denk eens dat ik kok ben. Dit. Kan ik hier gewoon doorgaan? Toilette!
Will Ergebnisse sehen. Und bisher ist er mit ihren Fortschritten nicht zufrieden. Ach, halten Sie doch die Schnauze, Sie Jammerlappen. Wie bitte? Nach allem, was ich für General Strasse in Erfahrung gebracht habe, so... Schicken Sie ihn weg, damit wir unser Gespräch fortsetzen können. Ach, Schreiner, verdammt nochmals, lassen Sie mich doch erstmal meinen Wein genießen. General Strasse will Ergebnisse sehen. Ich bringe Sie zur Ausgrabung, dann werden Sie schon sehen. Warten Sie. Fuck. Setzen Sie sich. Gut, kann ich ja so tun. Ja, Mann. So. Wie heißen Sie? Franz. Franz? Mein Cousin ist auch so. Fasziniert Sie das, Franz? Als Kind habe ich meine eigenen Karten gezeichnet und im Wald bei uns zu Hause nach Schätzen gegraben. Ja, so konnte ich allein sein. Und dann bekam ich auf einmal Polio. Ich war Monate ans Bett gefesselt, hatte schreckliche Träume. Und dann starb mein Bein ab. Habe ich deswegen geheult? Aber natürlich. Ist ja normal. Aber aufgeben ist was für Schwächlinge. Ich habe nie aufgegeben. Ich habe mein Schicksal in die Hand genommen. Haben Sie Ihr Schicksal in der Hand, Franz? Nur zu. Probieren Sie den Wein für mich. Los, probieren Sie. Und? Köstlich. Sie haben einen interessanten Akzent. Köstlich. Das ist der erbärmlichste Wein, den ich je getrunken habe. Der ist sauer, um Gottes Willen. Trinken Sie aus. Ja, man riecht es sofort. Wie feuchter Keller. Muffig. Ein Hauch von Rosine. Und der Geschmack. Süß wie Portwein. Ein Rotwein sollte nicht nach Port schmecken. Sowas würde ich nicht mal meinem ärgsten Feind vorsetzen. Helga! Warum verschwenden Sie Ihre Zeit mit diesem Banausen? Because, my dear, incompetent Schreiner, he's not a waiter. He's a spy! Did you really think I would be impressed by your atrocious German? Now give me the folder, Franz! Oh. Behalten Sie ihn im Auge. Was ist los, Eberhard? Wir haben Dynamit eingesetzt, um ein Loch in die Gruft zu sprengen. Da kommt etwas raus. Eberhard, unternehmen Sie nichts, bis ich bei Ihnen bin. Verstanden? Jawohl. Hey, habt ihr gehört? Fassen Sie nichts an, hören! Gesprengt, das muss das Erdbeben ausgelöst haben. Oh Gott, die ganze Stadt. Oh, raus, schnell, bevor das ganze Gebäude einstürzt. Wir müssen zur Ausgrabungsstätte. Das ist Rünz. Wir
Maar de rest is voor de... voor de volgende keer. Ik hoop dat jullie er fijn genoten hebben. Laat dat er vast. Een blauw duimpje achter als je het leuk vindt. En dan zie ik tot in de volgende sheet of waarom niet. Dag.